What the fuck is up mensen, deze video is eigenlijk een re-upload van een video die ik exact 1 jaar geleden heb geüpload. Dit is een vlog van mijn reis met de gabbers naar Andorra, maar in die video zaten een paar stukjes die eigenlijk niet online zouden moeten staan. Dus ik heb die eruit geknipt en een paar andere toegevoegd. Geniet ervan. Vind je een beetje een comfortabele positie om te slapen? Chill. Moet jij een kou houden? Moet jij een kou houden? Nee. Oh. Oh. Maar wat vind jij van Jäger met cola? Louis. Eerst opkassen. De liften kosten hier maar €1,30. Goeie mopje, hè? Ik zou maar zo controleren. Ja? Ik zou zo graag een val van jullie filmen en dan gewoon hierna zo plakken. Maar dat toch veel moeten filmen voor van mij een val te kunnen. Ja, ik denk het ook. Ja, inderdaad, maar ik moet waarschijnlijk constant filmen. Kijk ze maar. Ja, het zal aan de sneeuw liggen, denk ik. Dat jij al 3 keer gevallen bent. Chill. Zeg nu nog eens waarom dat jij geen helm aan hebt. Dat jij nooit valt. Voor de duidelijkheid zeggen dat ik nooit gevraagd heb aan een mil om te vallen ofzo. Zorg gewoon op zichzelf. Goed aftermovie materiaal. Hé hey, maat, hoe gaat het allemaal? Hey, ik apprecieer hè, dat jij zo vaak valt voor de aftermovie, maar je hebt ondertussen wel genoeg beeldmateriaal. In een mail gaat, heeft een nieuw systeem verzonnen. Als jij nu gewoon verticaal je schoen erin doet, dat werkt volgens u. Het zijn hotdogs, hè? De neukende lachen, hè? Ik zet er wel een kerel, hè? Wil? Shit, is mat. Wat? Ik heb een nee voor dicht. Oh nee, en Wil. Bravo, bravo, bravo. Strijder. Oekraïense mat. Boeien. Een hoopje verdriet momenteel, maat. Wat denkt hij? Wat gaan we doen nu? Dat is echt het enige. Ik heb een swipe. Hey, maat. Niet boogje naar jezelf.
Dus gisteravond zijn we allemaal doorgegaan en is in de mil nog even blijven feesten. Hoe was het de mil? Ja, heel erg tof, heel erg gezellig. Zo'n kompje gegeten, hè, Filip? Ja. Ja, wat dacht je daarvan? Hoe goed. En onze tanden. Hebben onze tanden op het terras moeten poetsen met sneeuw. Aangezien het appartement gestort is, hebben we niet meer binnen kunnen. Je kunt dat niet eens zien zo. Vandaar dat we gisteren hebben Filip en ik. Gisteren hebben Filip en ik ook het terras zo opgeruimd. Er lagen allemaal pizzadozen op. Die pizzadozen liggen nu daar. Oké, ik denk dat het tijd is dat we ons appartement beginnen op te ruimen. Oké, hier liggen de handdoeken. Gaat ver. Oh, kijkers. Op de bouw, joh. Ligt nog. Van wanneer was die saus? 5 dagen. 5 dagen, hè? Die is wit aan het worden, hè, die saus. Ik ga een goede saus, man, hè. Wat is er gemil? Maat, wat is dat? Zijn zuur snoepjes. En hoeveel ga jij erop eten? 18. Dat is niks. Voor de Lucas is dat niks. Ja, dat mag. Hoe gedaan? Die nou, hè? Heel zuur bestendig, die gast. Heb je tong eens zien? Ah, hij is een dik net uit. Top. Straf, hè? Jackass! Yeah! Woo! Oh god! Het is echt een mooi beeld ook, dit. Met die boompjes, ja. Dat is mooi. Sommige boompjes zitten echt helemaal in de sneeuw. Ja, ja, inderdaad. Oh, zie, ik zag, je ziet er al in, met uw slimme observatie, van sommige bomen zitten gewoon in de sneeuw. Ja, oh. Ja, daar moet het geluid van afzitten. Nee. Maar nu zit ik goed aan het opwarmen eigenlijk. Wat kan nu doen? Een vies ventje. Tot op jezelf? Dat dacht ik al. Kinderen, je moet even uitleggen wat je gaat doen. Vroeger vroeg ik me altijd hoe dat de poeder. Ik zal even altijd de lucht. Vroeger vroeg ik me altijd hoe dat er stickers kwamen op die palen. En ik heb net ondervonden dat er gewoon trapjes zijn. Ik kan nu een sticker met mijn kop erop pakken. Maar Filip, waar rap? Maar joh, ik moest dat filmen, wat is dat nu weer? Hoe is dat zeker? En er is een maf. Niet schrip aan de boete. Zullen we even vals gaan met die? Ja, we hebben wel vals. En er, maat, zo genoeg. En nu is dat oké als jij je laten liggen en gewoon verder schieten als jij valt? Alright. Man is nummer, ik kan doen dit. Het is echt wel heel schattig.